Meneer, wat vindt u van de geluidstest? Nou, ik vind dat wat bewoners in de maling genomen worden. We hebben in december een geluidsproef gehad. Die was zeker 10 keer harder dan wat er op dit moment hier afspeelt. Okay. Dus wij vinden op dit moment dat we bewoners allemaal in de maling genomen worden. We hebben ook allemaal ons huis te koop gezet en aanbieden we aan de gemeente. Laat ze maar opkomen. Ja? Ja, wat ons betreft. Want wij willen dit gewoon niet. Kijk, een moskee is prima. Dat mensen een plek nodig hebben om te kunnen bidden, zal niemand wat van zeggen. Maar er zijn ook elke keer veranderingen die er gebeuren. Elke keer worden we weer in de maling genomen. En dit is helemaal een grote aanvleuting met wat we in december gehoord hebben. Want in december was het de echte geluidssterkte? Zo luid zou het klinken? De geluidssterkte was sowieso op geluidshoogte wat we dus nu hebben op dit moment. Ja, of op grondhoogte, zeg maar. Vanmorgen was weer de bedoeling dat ze dat gingen doen. Maar het was geen afspraak. De afspraak was er zo een hoogwerker komen. Dus die hebben we vanmorgen nog weer afgedwongen als het ware. Ja. Van we willen hebben dat een hoogwerker komt. Want hier zijn we het niet mee eens. Anders blaast de hele proef maar af. Ja. We willen een realistisch beeld hebben van wat gaat er straks gebeuren. En dat hebben we niet. Krijgen we nu ook niet. Maar we worden gewoon knetterhard in de maling genomen.